Onze burgemeester, kent u die? Ja. Weet ook hoe van naam, hoe die heet? Ja, Weerwind. Ja. Ja. Heeft u hem wel eens ontmoet? Ik heb hem wel een paar keer gezien, ja. Wat voor hoedanigheid? Welke hoedanigheid? Nou, bijvoorbeeld Sinterklaas met de aankomst. Hoe vindt u dat hij dat doet, de aankomst? Want hij verwelkomt inderdaad Sinterklaas op een bepaalde manier. Hoe doet hij dat? Nou, ik vind dat hij hele positieve uitstraling heeft. En ook vrolijke uitstraling. Dus ja, aanwinst voor de gemeente. Hoe heet hij? Geen flauw idee. Nee. Ik weet wel dat hij heel lang is. Ja. Heel lange man, een hele zware stem ook, ja. Hè? Ja. Ja, ik vind hem wel heel aardig, moet ik zeggen. Jij hebt hem twee keer ontmoet, de burgemeester Frank Weerwind. In wat voor hoedanigheid? Met de intocht van Sinterklaas. Ja. Ja. Was ook altijd heel leuk, heel gezellig. Wat vindt u van onze burgemeester? Weet u wie dat is? Ja, zeker. Ja, want als ze de pier lopen is, dan is hij de meest. Met alle burgemeesters sta ik op de foto, die is mijn zus. En dus komend jaar moet ik met die meneer... Dus onze burgemeester Frank Weerwind, want u bent nog niet met hem op de foto geweest? Nog niet. Nee, dit jaar. Nou, de burgemeester zit te kijken. Hou ik die vast? Je kent het nog. En dan mag je wat leuks tegen de burgemeester zeggen. Nou, lieve burgemeester, ik hoop dat u nog heel lang in IJmuiden en of gemeente Velsen de burgemeester blijft. Ik vertrek weer heel snel naar Spanje, want ik vind het daar toch lekkerder als hier in het koude kikkerlandjes. Groetjes van Mar. Want de pierloop, doet die burgemeester daar ook zelf aan mee? Nou, die gaat even klappen en dan ziet hij een bekende, dokter Cuvelier bijvoorbeeld. En, U bent mevrouw? Zwijpenning Klein. Oh, dat vind ik te lang. Wat is uw voornaam? Nel. Nel, kijk, daar houden we van. Nou, Nel, ja. De burgemeester kijkt nu. Dit jaar, meneer Weerwind, moet u met Nel, met de pierloop op de foto. Belooft u dat? Ja. Ja, in de Marconingstraat moet u aanwezig zijn. Ja. Ja, wat zegt u? Ja, hele fijne vent. Ja, ik maak hem natuurlijk mee, omdat we al twee keer dus... Veteranendag gehad hebben. Ah, dat was zo goed georganiseerd. Ja, echt. Fantastisch. Nee, fijne burgemeester. En dan ziet u de burgemeester ook, die komt ook naar u toe. Ja. En wat zei hij tegen u? Nou ja, gewoon even praten. Hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? En, veteraan op Nieuw-Guinea geweest of Korea. Nou, praat je erover. En dat is toch wel heel gezellig. Maar wat vindt u van die man? Nou, ik ken best aardig mensen. Heeft u wel een keer ontmoet? Nee, persoonlijk nee. Bent u dat zelf? Nee, nog niet in ieder geval. De burgemeester Frank Weerwind zit te kijken ook. Zou u nou wat terug willen zeggen tegen de burgemeester? Ja, ik zou eigenlijk wel wat willen zeggen. Ik vind het een hele aardige man. En hij mag blijven. Van mij mag hij blijven en hij kan goed met mensen omgaan. Ja, menselijke man. Dit is voor de burgemeester, die zit ook nu te kijken. En wat moet de burgemeester dan van mij? Ja. Nou, ik zou graag van jou willen weten, wat vind jij nou van die burgemeester? Ik vind het een heel aardige man. Ja, en heel erg amicaal vind ik hem. Ja, ook naar de mensen toe. Heb je hem wel eens ontmoet? Ja. Ja, met kerst, bij de kerstboom. En dan was hij ook erg, hij is wel heel erg vriendelijk en alles. Heel erg vriendelijk, maar hij heeft ook zo'n hele zware stem, hè? Ja, maar hij was bij Sinterklaas leuk, hij was bij kerst leuk. Hij doet heel veel, hij gaat er wel in mee in de gemeente, vind ik. Wat een mooie roos, mevrouw. Van wie heeft u die gekregen? Ja, van iemand die daar rondloopt met rozen. Vanmorgen, en dan begint het al. Nou, ik vind het wel leuk. Ik ben gek op rozen. Onze burgemeester, weet u wie dat is? Nee, ik wil het ook niet weten. Hij kan van mij wel vertrekken. Nou waarom? Nou, omdat hij doet helemaal niks in de maar, die man. Je zit alleen met de oude hoeren in de krant. Als de mensen 50, 60 jaar getrouwd zijn, dan staat hij wel met een gebakje en een kopje in zijn handen. Maar hij moet eens een keer door de maar lopen, of gevaarlijke kleren zo het is in de maar is. Overal wordt er maar neergeschoten, met een ontevreden IJmuiden? Ja, dat ben ik zeer zeker, ja. Ja. Dus heeft IJmuiden echt afzien geleiden de laatste jaren? Ja, behoorlijk, ja. Maar denkt u dat de burgemeester daar dan zelf verantwoordelijk voor is, of zijn het andere mensen? Een heleboel andere mensen ook. Maar hij is tot de baas. Ik zie nooit een stukje in de IJmuidenkrant bij wijze van spreken van hem. Dat hij daar waarschuwing zegt van zoveel boete bij wijze van spreken. Helemaal niks niet. Nee, ik vind het waardeloos man hoor, echt waar. Hij kan van mij wel vertrekken. Stel dat u deze roos aan onze burgemeester Frank Weerwind mag geven. Zou u dat doen? Oh ja, van mij mag hij hebben. Als hij wat leuks doet voor ons allemaal, dan vind ik het best. Ja, wat zou onze burgemeester nou voor ons of voor u moeten doen? Nou, dat de wegen een beetje egaler zijn. Want je loopt in die rolstoel met allerlei bobbels en hobbels.
En als je daar niet op let, dan ga je. Dus als ik deze roos aan de burgemeester geef, dan mag dat. En dan moet hij nog zorgen voor goede stoepen. Als hij daar nog voor zorgt, ja. Meneer Weerwind, die is voor u. Is hij de burgemeester? Nee. Daar gaat hij hoor, kijk. Nou, ik vind het een aardige man. En voor de rest, laat hem maar lekker zitten. Want alles, het andere wat je weer terugkrijgt, moet je ook altijd afwachten. Heeft u hem wel eens ontmoet bijvoorbeeld? Nee, ik heb hem nooit gezien. Maar met Sinterklaas, hè, natuurlijk, met de kindertjes. Dan, dat is hij goed, hè? Ja, dan is hij enig. En daarop dat stadhuis, ben jij er ook niet aan? Ik ben er ook aan toevallig, ja. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Het is één familie, hè? Ja, het is één familie. Ja, wat vind ik nou van hem? Maar gewoon eerlijk zijn. Hij kijkt toch niet? Eigenlijk niet, want ik ken... Nee. Ik ken hem eigenlijk helemaal niet zo. Weet u hoe die heet? Ja. Als u dat nou zo'n foto ziet of een stukje leest over onze burgemeester, wat voor indruk maakt hij dan op u? Een hele sympathieke, meelevende man heb ik het idee. Ja, ik denk dat hij de zaak wel... Onze cameraman verslikt zich. Hij is het duidelijk niet mee eens. Hoe heet hij nou? Nee, het ligt op het puntje van mijn tong, maar ik weet het niet. Nou, hij komt spontaan aardig over en verder ken ik hem niet zo goed, maar hij komt wel open en betrouwbaar over. Een integere man, zegt u? Nou, dat denk ik wel, ja. Dus als u onze burgemeester Frank Weerwind ziet, dan denkt u van aan die man durf ik mijn portemonnee wel te geven? Nee, ik geef niemand mijn portemonnee. Maar ik zou wel naar hem toe stappen als er iets is, denk ik. En voor een hand, bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Hij heeft een stevige handdruk, hoor. Oh, oké. Okay. Nou, hij knijpt een beetje. Oh, dat geeft niet. Als ik zeg Frank, hoef ik alleen nog maar de achternaam. Jeetje, Mina. Nou, ik vind dat hij altijd leuk meedoet met de feestweek. Ja. En verder ken ik hem eigenlijk niet. Hij is echt een feestburgemeester? Nou, dat weet ik niet, maar ik zie hem altijd met de feestweek. Ja. Met dat steppenrace. En verder eigenlijk niet. Dus dan heeft hij een keer meegedaan. Zou hij dat gewoon een traditie van moeten maken? Ook dit jaar weer meedoen met de steppenrace? Ja, dat moet hij zeker doen. Iedereen vindt het altijd heel leuk als hij meedoet. Dus dat moet hij zeker doen. Weerwind, ja. 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 Voor elkaar, nou we weten het. En hij mag blijven. Van mij wel. Waarom is er sprake van dat hij weg moet dan? Als u zegt dat hij weg moet, dan sturen we hem gewoon weg hoor. Oh nou, nee hoor, laat hem maar lekker. Er zijn nog zoveel werkelozen. Dus hoeft dit er ook nog niet bij. Toch? Oké, doei mannen.